Ik had een vriendinnetje en die had er eentje bij zich thuis. En toen ging ik daar een keer spelen en die ging het toen laten zien. En toen vond ik het toch best wel leuk. En ik vond het eerst ook best wel, in het begin vond ik het kinderachtig. Maar daarna vond ik het superleuk. En toen had ik ook allemaal filmpjes geschreven van op YouTube met allemaal mensen die dan een wedstrijd gingen doen en zo. En toen vond ik dat ook gewoon heel leuk. En toen dacht ik echt van, zou het maar in Nederland zijn? Wij hebben het OOKS en dat is het Open Opsterlands Kampioenschap stokpaardje rijden. En dat is voor het eerst, dat is een unicum. Waar is Lou? Lou is hier. Lou die heeft ons eigenlijk aangesproken van nou, dit is mijn hobby en dit is superleuk om te doen. Kunnen we hier misschien wat mee? Nou, dat hebben we opgezet. En kijk hoe we hier nu bij staan, jongens. We staan hier met bijna 50 kinderen die straks mee gaan doen aan twee onderdelen stokpaardje rijden. Namelijk de cross en de dressuur. Klaar voor de start! Goed. We moeten heel veel energie aan steken, maar het is gewoon leuk om allemaal dingen mee te doen, springen. Nou, ik hou wel van rennen, springen en zo. Nou, dat er allemaal mensen zijn die het allemaal leuk vinden, in plaats van dat ze je vreemd aan gaan kijken. Er zijn niet heel veel jongens die meedoen, hè? Ik heb er nog geen één gezien. Nee, is dat ook jammer? Nee, ik vind het niet zo erg. Hoe ben jij hier zo bijgekomen dan? Nou, mijn zus die doet heel veel. Dus ze vraagt altijd of ik meedoe. Ja. En je vindt het heel leuk? Ik vind het vooral gewoon cool dat ik dit gewoon helemaal heb georganiseerd. Ja, toch? Ja. Ja, daar mag je best trots op zijn. Ja. Dat zoveel kinderen een leuke dag hebben. Ja. Leuk. En nu nog op naar de dressuur? Ja. Dat ik bij de stukpaardwedstrijd. Oh, en wat doet Mem dan? Die dat ik de dressuur. Ze had het vandaag. Ja, ik reed kinder. Ja, dus dat virus dat had ze van mij. Ja. En zo'n stokpaardje had Mem dat ik? Nee, ik had een echte kinder. Een echt grutfries kinder. Ja. Ja. Dus we beginnen iets met het stokpaardje. Ja. Ik was eigenlijk oké. Volgend jaar weer? Ja. Ja. Als het kan wel, ja.